Ons huis Sint Anna uit Brugge en de Wellington Center, een gelijkaardig tehuis uit het Engelse Ipswich, organiseren van 8 tot 11 mei een bijzondere uitwisselingsactie. Gisteren vertrokken de Britten met de nachtboot uit Felixstowe. Vandaag legden ze de afstand Zeebrugge-Brugge af met de fiets. Vanmiddag kwamen ze in Brugge aan. De Wellington Center uit Ipswich is een kleinschalig dagcentrum voor volwassen gehandicapten die lijden aan hersenverlamming. Deze patiënten hebben verlammingsverschijnselen aan ledematen en romp ten gevolge van een hersenletsel, al dan niet gecombineerd met een mentale handicap. De werking van dit centrum is vooral gericht op het verruimen van de zelfstandigheid van de deelnemers. Zij krijgen een breed aanbod aan activiteiten zoals koken, tuinieren, houtbewerking en informatica. Een bijzonder project is de Bikeability. Bikeability is a small project to try and make it possible for disabled people to cycle. So we use tandems, where there are two people on the bicycle. We use tricycles, which have three wheels and some electric motor. We have other sorts of equipment which are suitable. It's good exercise, it's good social activity, it gets people into the fresh air. It's an environmentally friendly way of traveling from one place to another. In het kader van 50 jaar bevrijding zullen de Britten een vredesboodschap vanwege de burgemeester van Ipswich overhandigen aan de inwoners van Brugge. Een groep van Ons Huis Sint Anna zal in september een tegenbezoek brengen aan de Wellington Center. Make stay, mate.